Maar Jonka VSB heeft dus uitgenodigd. Ik wil hun ook heel erg bedanken voor deze mogelijkheid om hier jullie wat te mogen vertellen. Ik ben Karin Hendricks, ik ben dierenarts en voortplantingsspecialist en betrokken bij drie bedrijven die jullie er ook onder op de slide benoemd zien. En heb eerst 11 jaar op de faculteit in Utrecht mogen werken, maar vandaar ben ik de praktijk ingegaan. Want ik ben toch wel echt een praktijkmens die graag betrokken is bij de eigenaren en de merries om op die manier gezonde veulentjes de wereld te zetten. En ik ben door mijn werk ook nog een keer echt betrokken geraakt bij het Friese ras, want ik ben daar de dekhengsten gaan rijden die daar ter dekking hebben gestaan. En van daaruit heb ik het Friese ras niet meer losgelaten. Ik wil toch eerst even een klein stukje uitleggen over de reguliere merriebegeleiding, want daar zit ook al wel wat verschil in over hoe mensen daarbij betrokken zijn en wat ze er al van weten. Dus als je even een notendop de merriebegeleiding in een overzicht neerzet, dan begint dat eerst met een anamnese, dus gewoon het verhaal van de merrie, hoe oud is ze, het ras, daar kom ik zo nog allemaal op terug, maar ook de algemene indruk waar we op letten, algemeen onderzoek, letten we daarbij specifiek op systemische aandoeningen, hoe is die merrie, is ze goed in voedingsconditie, heeft ze een hoef vervangen, is ze kreupel, dat zijn allemaal factoren die meespelen op de vruchtbaarheid. Dan zullen we vervolgens het geslachtsapparaat gaan onderzoeken, waarbij we dus weer nog verder gaan navragen hoe het verleden is geweest. Dan beginnen we met een uitwendig onderzoek, wat we vervolgens zullen uitvoeren met een inwendig onderzoek. En aansluitend, indien nodig, doen we eventueel nog aanvullende diagnostiek in de vorm van een slijmmonster. En waarbij we dan een cytologie, dat CO staat daarvoor, en een bacteriologie zullen doen. Eventueel een biopsie van de uteruswand en eventueel ook nog zelfs in de uterus gaan kijken. Als we dan gaan kijken naar het signalement en dus de anamnese, dan zitten er al duidelijk kenmerken daarin die we dus mee kunnen nemen om een bepaalde verwachting te kunnen creëren. We zien heel duidelijk rasverschillen. We weten van het Friese ras dat ze ook toch wat minder vruchtbaar zijn ten opzichte van de wormbloeden. Dat heeft toch te maken met het inteeltprobleem waar we mee te maken hebben. Maar is het gelukkig bij de Friese nog niet zo slecht? Ik werk ook met Egyptische Arabieren die echt heel erg ingeteeld zijn. En daar zien we een veel groter probleem qua vruchtbaarheid dan dat we met de Friese hebben gelukkig. Dus de Friese vallen dus wat dat betreft nog wel mee. Daarnaast heeft de leeftijd van merrie ook wel degelijk een invloed. We zien heel duidelijk de kans op dracht afnemen als ze ouder zijn dan 14 jaar. Dus we denken dan van die merrie staat in het bloei van de leven, ziet er topfit uit, is hartstikke gezond. En toch zien we al dat die eicelkwaliteit wat terug begint te lopen en die baarmoederwandkwaliteit wordt wat minder. Dus ook dan zien we al weer een afname van de kans op dracht. Wat ik ook vaak krijg aangeboden zijn merries die op oudere leeftijd, en eigenlijk vanaf 8 jaar of ouder, worden aangeboden om voor het eerst een veulentje te gaan brengen. En dan denk je, nou, merrie van 8 of 9 jaar oud, dat is niet oud, dat moet makkelijk kunnen. Eicelkwaliteit, baarmoederwandkwaliteit is ook geen probleem. Het grootste probleem zit hem dan in de baarmoedermond. Die begint te verbindweefselen, omdat er nog nooit een veulen doorheen is geweest. En die hoort te ontspannen, die hoort slap te worden als ze hengstig zijn, om te zorgen dat ze dan het sperma wat we insemineren kunnen afvoeren, want een deel daarvan moet de baarmoeder uit om te zorgen dat die schoon is voor de ontvangst van het embryo. Dus die oudere merries die op latere leeftijd eerst de veulen gaan brengen, zien we dus dat de kans op dracht afneemt omdat er eigenlijk een soort ontsteking ontstaat na onze inseminatiehandeling. Daar kunnen we prima mee werken, maar vraagt wel wat meer aandacht. Ik hoop dat het niet te storend is dat dat scherm zo beweegt. Dan vragen we natuurlijk van hoe is het verleden gegaan? Is het de eerste keer dat we gaan dekken of heeft ze in het verleden al veulentjes gebracht? Ging dat simpel of kostte dat toen al heel veel moeite? Zijn er aanwijzingen voor een baarmoederontsteking? Moeten we daar wat mee doen? Hoe is de geboorte gelopen in het verleden? Is dat simpel gegaan of is dat met hele zware trekkracht gegaan? We hebben te maken met de veulenhengstigheid of is het een hengstigheid die daarop volgt? De fokkers zijn altijd in de beleving dat de veulenhengstigheid een hogere kans op dracht geeft, maar dat is een fabel. De kans op dracht in de veulenhengstigheid ligt echt toch wel lager als in de hengstigheid die daarop volgt, omdat we gewoon heel simpel met elkaar kunnen bedenken dat er is net een heel groot veul uitgekomen en die baarmoeder moet dan weer helemaal gaan krimpen en dat kost gewoon wat tijd, dus die baarmoeder is nog niet helemaal op orde en daardoor zal de kans op dracht toch wat lager zijn in de veulenhengstigheid als de hengstigheid die daarop volgt. Nou, hier zien we ook even wat voorbeelden. Hè? Als we zo'n merrie zien met zo'n vulva die al meerdere keren is dichtgezet, maar ook weer opengescheurd. En daarbij ligt deze ook wat gezonken, dus die ligt wat terug in het bekken. Dus deze merrie zal lucht aanzuigen. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat we meer problemen kunnen verwachten om haar drachtig te krijgen. Nou, en hieronder zien we natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld, maar ook eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Zo'n merrie wil je dus niet eens dekken, want hij is veel te schraal in condities, veel te mager. Die moet eerst gewoon echt gaan aansterken. En de kans is ook groot als we deze merrie zouden gaan beoordelen dat hij helemaal niet in cyclus is. Dat gewoon haar lijf
de hele cyclus in on hold zet om te zorgen dat ze dus eerst kan aansterken. Als we dan nu het vroege voorjaar zouden willen starten, hebben we nog wel te maken met een aantal problemen van de merrie, want ze zijn niet het hele jaar rond cyclisch. We hebben in de winter te maken met een winterrust, en dan noemen we dat anheustrus. Dat betekent gewoon dat die eierstokken in een soort winterslaap zijn. Dus we hebben weinig tot geen folliculactiviteit. Ondanks dat we nu toch een warme winter hebben, want mensen denken dat het te maken heeft met de kou, maar dat hangt met name samen met de hoeveelheid licht. We zien in september al de daglichtlengte gaan afnemen. En dan zien we ook dat die eierstokken al wat minder actief gaan worden, omdat dus de hormoonproductie hier vanuit centraal verminderd wordt. Dus het licht beïnvloedt de hersenen, waardoor de hormoonafgifte wordt verminderd, waardoor die eierstokken wat beginnen te rommelen. Dan zien we dus dit beeld ook op de eierstokken, dat we meerdere kleine follikels hebben die allemaal wel een beetje hormonen maken. Dus ze zijn wel wat hengstig, maar we hebben geen groot dominant follikel die een eisprong geeft. En van daaruit gaan die hormonen verder afnemen, dan raken ze in die winterslaap. Dan zien we dus echt van die hele kleine inactieve eierstokken. En dan vervolgens moet ze in het vroege voorjaar weer gaan opstarten. Dus daar gaan we nu mee te maken krijgen. Dus die overgangsfase vanuit die winterrust naar de cycliciteit, dat ze gewoon elke 3 weken hengstig zijn, noemen wij de transitionele fase of de overgangsfase. Voor ons, voor de OPU, is dat ideaal, want we hebben meerdere kleine follikels. Maar om een merrie te dekken is het heel frustrerend, want je ziet de merrie wel hengstig, maar ik heb geen groot dominant follikel. Als we dan te maken hebben met mensen die al vroeg in het voorjaar willen dekken. We hebben de eerste merrie, is gisteren alweer geïnsemineerd. Dat je denkt, dat is wel heel vroeg, maar prima. Dan kun je wel sturen. Want een paard moet een winterrust doormaken. 85% van onze merries doet dat. Dus dan kun je zeggen van nou, dus laat gewoon die natuurlijke afloop plaatsvinden in het najaar. En je gaat ze in december al onder het licht plaatsen. Waarbij ze dan 100 lux in de stal geeft. En dat wil zeggen dat je de krant moet kunnen lezen in de stal. En dan 16 uur per dag. Als je dat dan een maand lang doet, dan heb je die merries al in februari aan de gang. Dat ze dus gewoon weer in een 3-weekse ritme raken. Ik heb het ook te maken met draagmerries. En die draagmerries die willen we eigenlijk vanaf februari weer beschikbaar kunnen stellen. Dus die staan in december al onder het licht. En ik heb toevallig van de week de eerste bekeken. Die zijn dus al keurig in hun cyclus, zodat we ze kunnen gaan inzetten. Dus dat is wel heel prettig. Dan gaan we vervolgens dus door met het onderzoek, waarbij we dus eerst de merrie zullen opvoelen, om van daaruit dus de positie in de buikholte te bepalen. Ziet u hier op het onderste plaatje. We hebben hier een dwarsdoorsnede van een merrie, waarbij hier boven de endeldarm loopt, waar onze arm dus ook naar binnen gaat, om de structuren te kunnen opvoelen. En dan zie je hier dat de baarmoeder eigenlijk in een soort horizontaal vlak in die buikholte is gelegen, net voor de bekkeningang. En hieronder ziet u ook de blaas liggen. En dan hebben we hier dus de linkerhoorn en daarachter de rechterhoorn. En dit is de eierstok die we dus allemaal kunnen aftasten. En als we dan ook nog de baarmoedermond meenemen, die ligt hier meer in het bekken, voordat we dus weer eruit komen. Daarbij letten we dus op die baarmoeder qua tonus, qua positie in de buikholte. We letten op de baarmoedermond of die open of gesloten is. We voelen naar de eierstok of daar al structuren aanwezig zijn in de vorm van een follikel die we kunnen gaan voelen, die hengstigheid aangeeft. Ophangbanden, zijn die niet afwijkend? We hebben merries nog wel eens door de geboorte een hematoom, bloeding hebben gehad in de ophangbanden, die dus een enorme massa kunnen vormen en pijlen kunnen zijn. Nou, dat kan ook op die manier weer je vruchtbaarheid belemmeren. En we letten daarbij ook op de vagina, en dat is met name met de echo. Hier ziet u een heel mooi voorbeeld van het ideale plaatje hoe we het liefste zouden willen werken als dierenarts, dat de merries in een opvoedbox staan. Ik heb gelukkig klanten onderweg die heel creatief zijn, want wij doen ook heel veel merriebegeleiding aan huis, maar wel altijd in een soort opvoedbox. En dat hoeft niet zo'n fancy systeem te zijn zoals u hier ziet, maar dat kan simpel een deur zijn in een gangetje naar de buitendeur toe, waar je een deurtje achter kan plaatsen die voldoende hoog is, maar ook weer niet te hoog, want we er wel bij het rectum terecht kunnen, dat we veilig die merrie kunnen opsluiten en de merrie veilig kunnen opvoelen. Want het is niet alleen veilig voor mij, maar ook voor de merrie. Want als ik het darm beschadig, dan kan het fataal aflopen. Dus we willen er ook voor zorgen dat die merrie zo min mogelijk hindert. Ik doe ze geen zeer, maar het is natuurlijk een ongebruikelijke actie. Dus alle randvoorwaarden eromheen goed te creëren, zorg je ervoor dat ze het goed doorstaan en er geen hinder van ondervinden en ook geen schade. Als we dan gaan kijken van hoe ziet de cyclus eruit, die elke 3 weken, is dit dus een gemiddelde van 3 weken bij de meeste paarden. We zien daar dus al wel een rasverschil in, dat de Fries dus een relatief langere periode heeft. En dat komt met name doordat hun hengstigheid langer duurt. Die duurt gemiddeld zo'n 8 tot 10 dagen in plaats van een week wat we eigenlijk bij de warmbloeden kennen. En in het vroege voorjaar of in het late najaar zie je dat die weer wat langer duurt, want dan hebben we natuurlijk weer minder daglicht, dus dan gaat alles nog wat trager. Maar dat is de grootste
factor die dus de lengte van die cyclus beïnvloedt. Want een niet-hengstige periode is de aanwezigheid van een geel lichaam. Die duurt gemiddeld genomen 2 weken. Die eisprong die is pas aan het einde van de hengstigheid, dus 24 tot 48 uur voor het einde. En dan heeft dus een warmbloed heeft een follicule van ongeveer 4 centimeter, maar een fries die gaat wel richting de 5, 5,5 centimeter. Dus dat is ook weer groter. En daar zit het grootste probleem ook in, dat onervaren dierenartsen vaak die merries al te vroeg gaan insemineren. En dan zie je dat ze 3, 4 keer geïnsemineerd worden en dan zeggen ze, ja, hij overleert niet, maar dan zijn ze gewoon te vroeg gestart. Het is heel belangrijk, want ze houden wel dezelfde kenmerken aan als de andere rassen. Dat je ziet eerst de hengstigheid ook op echobeeld en met het opvoelen via toenemen. En dan vlak voor de eisprong neemt dat af. En dan weet je dat je dicht bij de eisprong zit en dat je dan pas hoeft te gaan insemineren. En dan moet je soms dus echt geduld hebben. En als mensen daar niet van bewust zijn, krijg je op die manier dus best wel gefrustreerde situaties. De veulenhengstigheid is gemiddeld genomen 1 week tot 10 dagen na de geboorte. Maar kan ook echt heel lang duren en dat die pas 3 weken na de geboorte van het veulentje is. Maar gemiddeld genomen zit je ongeveer op 10, 14 dagen bij de vries voordat dat ze de veulenhengstigheid hebben. Als we dan gaan kijken wat wij als dierenarts zien en wat we kunnen voelen, hè, rondom de kenmerken van de hengstigheid, dan zien we hier linksboven een echobeeld van een doorsnede van een baarmoederhoorn. En waarbij we een soort mooi wagenwiel, een soort radstructuur zien. Dat is uitdeem, dat is eigenlijk gewoon vocht in de wand, wat het teken is dat de merrie hengstig is. Daarbij hoort deze baarmoedermond. Hier kijken we met een speculum in de vagina. En hier loopt dus de vagina dood, want hier komt de baarmoedermond eigenlijk in de vagina uit. En dat kan een harde structuur zijn zoals we hieronder zien. Dan is die gesloten, maar hier is die zacht als gevolg van de hengstigheid en staat die open. Dus daar kun je heel makkelijk in met een pipet om te gaan insemineren. Dan hebben we hier links het plaatje van de eierstok, hoe dan een groot follikel erop uitziet. En de eierstok is een hele mooie boonvormige structuur met hier de ovulatie, de eisprong, groeven. Daar vindt de eisprong plaats. En hier ziet u aan de buitenkant een follikel uitpuilen. En dat is een follikel van zeker wel 4 centimeter, want dit is hierboven 1 centimeter weergegeven. En dit ziet er dan uit op echo. Dat is gewoon een zwarte holte die eerst nog vrij rond is. En naarmate ze dichter bij de eisprong worden, zie je dat er een dikke wand omheen wordt gevormd en dat die ook wat vervormt. En wij kunnen dat voelen als zachtheid. Als dan de eisprong heeft plaatsgevonden en de merrie komt onder invloed van de progesteron, dan krijgen we het beeld wat u rechtsboven ziet met een baarmoederhoorn die dus egaal grijs van kleur is eigenlijk op het beeld en ook mooi rond is. Dat geeft aan dat hij een duidelijke tonus bevat. De baarmoedermond is dus wat we hier zien in het midden, onderste plaatje met een harde structuur die echt uitsteekt in de vagina, dus niet op de bodem ligt, maar echt uitsteekt. En die is gesloten, dat wil zeggen dat er nog wel passabel is, maar dat kost heel veel moeite. Dus dat gaan we niet doen om te insemineren, dan veroorzaken we problemen. Maar die is echt heel mooi hard. Hier hebben we een eierstok even doorgesneden om het gele lichaam te laten zien, want die zien we bij het paard niet echt uitpuilen uit de eierstok, zoals we dat bij de koeien kennen. Die blijft binnen het kapsel zitten, maar als we hem insnijden, dan zie je dat hier eerst is de rode structuur van het bloed waar die mee volloopt, en vervolgens wordt die echt geel van kleur, dus vandaar ook het naam gele lichaam, wat dus de progesteron gaat produceren om een dracht in stand te houden. En op echo is die zo hier mooi, heel mooi egaal grijzig van kleur, en daarnaast zie je nog een paar hele kleine follikeltjes zitten die verder geen invloed hebben. Dan krijgen we natuurlijk het cruciale moment, wanneer gaan we die merrie nou op het juiste moment insemineren, en we streven als dierenartsen echt naar dat we maar 1 keer willen insemineren per hengstigheid, om zo de merrie zo schoon mogelijk te houden, maar ook de belasting van de hengsten zo laag mogelijk te houden, want de hengsten leveren niet oneindig veel sperma. Vroeger konden we nog heel makkelijk schouwen, zoals we hier ook zien weergegeven, waarbij heel mooi ook de juderansachtige urine, die heel penetrante geur heeft en ook heel kenmerkend is voor een hengstige merrie. Als dat nog mogelijk is, zou dat ideaal zijn. Maar helaas, heel veel stallen laten dat niet meer toe, geven te veel onrust. Maar als er nog geschouwd kan worden, is dat heel mooi om dus op die manier goed te zien of de merrie mooi hengstig is. Daarnaast, door het schouwen, zorg je ervoor dat de weerstand in de baarmoeder wordt verhoogd, zodat ze beter met de inseminatie met het sperma om kan gaan. Dus je hebt op die manier weer sneller het opschonen van de baarmoeder, zodat ze ook beter het vruchtje kan ontvangen. Nou, we doen dan dus vervolgens ons rectaal onderzoek en gaan van daaruit dus bepalen wanneer ze gedekt kan worden. En dat hangt dan weer af wanneer ze gedekt kan worden of het vers gekoeld sperma is of dat we diepvriessperma gaan gebruiken. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar het is wel belangrijk om vast eerst te gaan evalueren vroeg in het seizoen bij de hengsthouder van is de hengst beschikbaar. We hebben met de Friese hengst natuurlijk te maken met onze deklimieten, dat ze niet oneindig veel merries mogen insemineren. Dus reserveer een hengst tijdig. Moet het uit het buitenland komen,
kan het alle dagen naar Nederland komen? Zit er een dag tussen? Zit er soms 2 dagen tussen? Ik heb wel eens te maken dat ik 2 dagen van tevoren het sperma al moet bestellen. Ja, dat is niet ideaal, want het is best wel lastig om een merrie goed op ijsprong te bepalen en dan te insemineren. En als het uit het buitenland komt, moet er natuurlijk ook een gezondheidsverklaring bij zitten. Want anders mag het helemaal niet de grens over. Ik weet dat het gebeurt. Er gebeurt heel veel illegaal. Maar je loopt het risico dat als het bij de grens wordt tegengehouden, dat het gewoon in de prullenbak verdwijnt en dat de merrie niet geïnsemineerd kan worden. Nou, vervolgens, als ze geïnsemineerd wordt, zal ze op ijsprong worden gecontroleerd en vervolgens ook weer doorgepland worden voor de drachtcontrole. Hier ziet u nog even een andere optie van een opvoerbox, maar hier ziet u dus een klant die creatief is geweest, die zelf met deurtjes iets gecreëerd heeft waar we de merrie gewoon keurig in op kunnen sluiten. En die heeft gewoon de 2 deuren die je allebei open kunnen klappen. Dan is het gewoon een open ruimte. En dan zet je de merrie erin voor de stang. En de deurtjes keurig dicht. En van daaruit staat ze mooi opgesloten om onderzocht te worden. Ik had het net al even over dat er verschil is tussen vers en diepvriesperma. Als we vers sperma gaan gebruiken of gekoeld, dan moet de merrie binnen 2 dagen een ijsprong hebben. En we doen het liefst wel voor de ijsprong insemineren, want het sperma is nog niet helemaal gerijpt. Dus de stoffen in de eileider zorgen ervoor dat het sperma zijn laatste rijpingsproces doormaakt en dan pas dus de eicel kan bevruchten. Dus het is wel mooier als het iets voor de ijsprong wordt aangebracht. En als de sperma van goede kwaliteit is, waarbij dus voldoende bewegelijke zaadcellen aanwezig zijn, dan heeft ze dus 2 dagen de tijd om de ijsprong te hebben. Dus hoef je maar om de dag zo'n merrie te insemineren. Met diepvriesperma, door het invriesproces, ontstaat er wat schade aan het sperma, waardoor de levensvatbaarheid afneemt. Maar het heeft door het invriezen ook dit rijpingsproces al doorgemaakt. Dus dat sperma is wel gelijk in staat om te bevruchten, maar moet dus veel korter op de ijsprong worden ingebracht. Dat wil zeggen, 12 uur voor tot 8 uur na de ijsprong. Maar het voordeel daarbij is dus wel dat je met veel minder zaadcellen af kan. Helemaal als we dus diep in de baarmoeder gaan insemineren, dus diep intrauterien, dan kunnen we zelfs maar met 1 rietje af. En dan doen we dus hier op de punt van de horen doen we het aanbrengen. Dan gebruiken we een lange flexibele pipet, die ziet hier ook weergegeven. Die brengen we dus in alsof we normaal gaan insemineren. En vervolgens rectaal wordt die pipet helemaal naar de punt van de baarmoederhoorn begeleid om daar het sperma aan te brengen. Als we regulier insemineren, dan doen we het hier meer in het corpus, want dan wordt er gewoon veel groter volume gebruikt. Dan heeft het helemaal geen zin om het diep aan te brengen, want dat loopt allemaal terug richting de baarmoedermond. Dus dan heeft het geen enkele zin. Het wordt ook toegepast dat diep in het uterine insemineren bij hengsten die toch wat minder vruchtbaar zijn, zodat op die manier die afvalstrijd wat minder aanwezig is. Want het is gewoon de wet van de sterkste met het insemineren. Nou, er zijn verschillende vormen hoe sperma binnen kan komen. Als we gewoon vers gekoeld sperma bestellen en dit blijft binnen Nederland, dan worden vaak van deze kleine doosjes gebruikt en die worden door Hippo rondgebracht. Ik weet niet of je dat kent. Het zijn van die kleine Tempex doosjes en zitten in die auto allemaal koelingen, zodat het sperma gekoeld van A naar B wordt gebracht. Daar hoort sowieso een document bij te zitten. Vroeger heette dat een geleidebiljet. Tegenwoordig noemen ze het een eigen document. De wetgeving is net veranderd. En als het uit het buitenland komt, hoort er dus een gezondheidscertificaat bij te zitten, dat het bewijst dat die hengst vrij is van bepaalde besmettelijke dierziekten. Hier ziet u een weergave van een dry shipper waar dus diepvriesperma in opgeslagen zit, wat op die manier enkele dagen onderweg kan zijn voordat het sperma in stikstof wordt gezet of gelijk geïnsemineerd wordt. Als we gaan insemineren wordt eigenlijk, als mensen het werk goed uitvoeren, toch even beoordeeld of het de reis goed heeft overleefd. Het kan ook zijn dat het sperma gewoon door temperatuurswisselingen schade heeft ondervonden en dood is gegaan. Of een stikstofvat is drooggevallen, nou, dan gaat het sperma ook verloren. En daar wil je niet je merrie mee contamineren, verontreinigen. Dus voordat we merrie gaan insemineren, wordt het even onder een microscoop bekeken. Belangrijk is dan wel dat de tafel waar het glaasje op ligt verwarmd is, zodat je hem goed kan beoordelen. En dan ga je kijken of er dus allemaal van dit soort groene lijntjes zou een computerweergave zijn, maar wij kunnen het gewoon met de oog door de microscoop beoordelen of er voldoende beweging aanwezig is van dat sperma om te kunnen bevruchten. Als alles dood is, gaan we natuurlijk daar de merrie niet mee insemineren. En dat komt helaas elk jaar toch een keer voor. En vaak kunnen we ook achterhalen waar het dan door komt. En dat is niet altijd de schuld van de hengst of de hengsthouder. Kan ook met het transport zeggen. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden een extreem hete zomer gehad, was de koeling uitgevallen. Ja, dan was de hele batch in de auto was allemaal dood gegaan. Ja, dat is doodzonde natuurlijk. Maar ja, we doen er niks aan, we moeten alleen kijken of we het op kunnen lossen met elkaar. Dan de drachtcontrole. Als we de merrie geïnsemineerd hebben, dan stellen we de ijsprong vast. En als het een enkele ijsprong is, en dan verwachten we dat ze een kleine 3 weken later weer hengstig gaat worden, als ze niet drachtig zou zijn. Dus vandaar dat we de eerste drachtcontrole dan 17, 18 dagen na de ijsprong zullen uitvoeren. Let daarbij goed op, want wij dierartsen praten vaak over de dag
na de ijsprong en de hengst zouden ze altijd over na de inseminatie. En daar kan dus 2 dagen tussen zitten. En dat is voor een enkele ijsprong nog niet zo'n probleem. Tenzij je hoogzomer zit, want dan kan het zijn dat je te laat komt. Dan kom je op dag 20 en heeft die merrie al geoveleerd. En is het net hengst geweest, heeft de eigenaar niet gezien. En ze komen, ja, de merrie is niet erachter, maar ook alweer net ijsprong gehad. Dus moet je weer wachten. Toch frustrerend. Maar wat ik nog belangrijker vind, is de tweelingdracht. Als ze een dubbele ijsprong hebben gehad, hebben we kans op tweelingdracht. En dat is bij een paard echt ongewenst. Want dat geeft te veel risico op verlies van je merrie, maar ook gewoon abortus en andere ellende. Dus dan willen we graag op tijd de drachtcontrole uitvoeren, zodat we tijdig kunnen ingrijpen. En dat moet voor de 17 dagen, omdat dan die vruchtjes nog mobiel zijn en kunnen we er eentje, ja, cru gezegd, kapot knijpen, zonder dat we de ander beschadigen, waardoor die andere mooi door kan groeien. De tweede controle doen we rond dag 30, want dan kunnen we een hartslag waarnemen. De derde controle kan een geslachtsbepaling zijn. Ik zie daar steeds meer de trend voor dat mensen dat toch graag willen weten wat voor vullen ze verwachten. Om vandaar het weer spermareserveringen te doen voor het komende jaar. Of juist het vullen al in de dracht, hè, tijdens de dracht te verkopen. Idealiter doe ik dat tussen de 60 en de 70 dagen dracht. Dan zit ik echt boven de 95% zekerheid dat ik weet wat het wordt. Ik kan het ook later doen, maar dan ben ik minder zeker. Maar dan zit ik toch nog wel boven de 65% zekerheid. De herfstcontrole wordt ook heel gangbaar gedaan, hè, omdat dan ook vaak de hengsthouders de rekening opmaken. Dan doen ze dat in het najaar voor 1 oktober voor in verband met de gustverklaring. Hoe ziet het er dan uit, hè, als we een vroege drachtcontrole gaan doen? Belangrijk is natuurlijk dat de merrie niet hengstig is, dus ik heb ook een rustige baarmoeder. Ziet hier rechtsboven weer gegeven, zonder dus die radstructuur. Die baarmoeder staat duidelijk onder stonus. Ik kan vaak een latere dracht ook al voelen aan de basis van de hoorn. Baarmoedermond is mooi gesloten. En dit plaatje is een dracht van 10, 11 dagen. Dus dat is nog echt heel klein. Die kunnen we ook relatief makkelijk missen. Als je een slechte echokwaliteit hebt, dan kun je deze heel makkelijk missen. Met goede echokwaliteit zie je ze in 50-60% van de gevallen. Dit is een dag 14-15 dracht, waarbij we hier weer heel mooi de baarmoederwand zien. En deze zwarte bol is dus het vruchtje, hè, de vruchtblaas eigenlijk, waar straks het vruchtje in gevormd wordt. En iets later, rond dag 18, wordt het vruchtje onregelmatig van vorm. Dat is niet afwijkend, want dan verliest hij zijn kapsel. En daardoor wordt hij wat grilliger van vorm. Maar dat betekent dus ook dat hij al wat ouder is. Hier zien we even een gemeen plaatje en de kruisjes maken het duidelijk, maar dit is een eenling en hier, als je hier snel overheen zou zijn, zeg je de merrie is drachtig van 1 vruchtje, maar dan moet je dus echt heel goed kijken om er zeker te weten dat het er geen 2 zijn. Als je dierenartsen daar te snel overheen bewegen, kunnen ze op die manier een tweelingdracht missen. Dus ik ben daar met de studenten ook altijd heel kritisch op dat ze daar echt de tijd voor nemen om dat uit te sluiten. Ik heb hier even een klein plaatje in zitten om jullie te laten zien hoe een tweelingcrush eruit ziet. En we hebben hier dus bovenin de baarmoeder horen. Dit zwarte bolletje is dus een vruchtje. Daar zijn we druk al op het zetten. Daarom is hij al niet meer zo mooi rond. Dan hoop ik dat hij doet. Ja, daar gaat hij. En dan ziet u dus zometeen dat druk toenemen. En daar is hij al kapot. Je ziet ook dat hij grillig is, kapsel is. Gaan we terug. Daar ligt de andere vrucht. Dus ze zijn mooi uit elkaar geweest voordat we dus gingen crushen. Wat we wel gangbaar doen is dat we 2-3 dagen later na de crush gaan kijken of die andere vrucht mooi doorgegroeid is. En ja, boven 90% van de gevallen is dat ook echt het geval. Vooral als je ze zo mooi uit elkaar hebt kunnen masseren. Zo. Dan even een stapje verder. Hier hebben we dus een plaatje van 30 dagen. Dat is hier de vruchtblaas met hier het vruchtje zelf in. Nou is dit geen video, maar hier zouden we dus een hartslag in kunnen waarnemen. Een dag of 10 later zien we hier weer de vruchtzak, maar hier al duidelijk wat meer de structuren van het veulentje ontstaan. Hè, met hier het hoofd, de romp en de aanleg van de benen. Hier rechtsonder is het plaatje van een 60 dagen dracht, waarbij we hier een dwarsdoorsnede van het veulen hebben. Hier zien we zelfs een deel van het been. En nu is het helaas ook dit geen video, maar dit is de uitsteking van de penisaanleg. Daar let ik dus op. Hè. We zien dus de penisaanleg of de clitorisaanleg bij tussen de 60 en de 70 dagen. En de positie daarvan, tussen de achterbenen en de staart, is het de merrie. Want dan zien ze de clitoris. Zit het tussen de achterbenen en de navelstreng, dan wordt het een hengst. Dat is hetgene wat ik doe als ik een geslachtsbepaling uitvoer. Dan gaan we dus even door naar de problemen. Hier ziet u al heel veel mooi vrij plaatje van Friese veulentjes bij gewone tuigbaardmerries die we als draagmerrie hebben gebruikt. De moeder van deze veulens was dus een probleemmerrie. Die heeft dus door een zware geboorte, die heeft een veulentje gebracht met een waterhoofd. Baarmoedermond ernstig beschadigd geraakt. Die sluit niet meer als ze niet hengstig is. Was dus niet meer in staat om zelf een veulen te voldragen. Maar die merrie was wel heel goed. Dus die eigenaar wilde heel graag daar toch nakomelingen van. En dan is dus embryotransplantatie een hele mooie oplossing. Dat sta ik straks nog wel even mee afsluiten. Wanneer spreken we nou van een probleem, merrie? Mensen zeggen altijd, ja, na 1 keer drachtig worden, dan is het al een probleem. Nee, de meeste merries worden in 3 cycli drachtig. Als dat dan niet lukt, dan wordt het een probleem, merrie.
Maar dan nog is het heel goed om na te vragen, is er gebruik gemaakt van vers gekoeld sperma, of is het diepvriessperma geweest? Want met diepvriessperma zien we gewoon dat de vruchtbaarheid weer wat lager is als met vers sperma. En ook daarbij wil je navragen, is het sperma wel gecontroleerd voordat het de merrie inging? Was het wel echt levensvatbaar, was het in staat om een dracht te creëren? De leeftijd van de merrie, straks al aangegeven, heel belangrijk om na te vragen, is de merrie van 20? Ja, dan weten we ook dat het met 3 cycli nog wel eens langer kan duren. Dat we 4 of 5 of 6 cycli nodig hebben om een dracht te creëren, is vergelijking tot een 4-jarige merrie. Dat is ook een groot verschil. Is de vruchtbare merrie, misschien zit er al een verleden bij van ja, die merrie wordt altijd moeilijk drachtig. Ja, dan ben ik na 3 cycli nog niet ongerust. Terwijl ze al zegt, ja, ze wordt in 1 keer drachtig en nu met 3 cycli loopt de tobbe, gaat er bij mij een alarmbelletje en dan gaan we verder zoeken. Vandaaruit gaan we dan ook even horen van hoe was de spermakwaliteit. En dan gaan we beslissen of we dus verdere onderzoek gaan doen in de vorm van dit slijmmonster in de baarmoeder kijken of zelfs in de buikholte kijken. Het meest voorkomende is toch een baarmoederontsteking, daar komen we het meeste lopen er tegenaan. En vaak is dat ook nog niet eens zozeer echt een infectie, maar is dat ontstaan door toch dat de baarmoeder zelf wat minder goede afweer heeft. De sperma wat we aanbrengen is lichaamsvreemd en moeten ze eigenlijk binnen 24 uur na de inseminatie opgeruimd hebben. Dan moet die baarmoeder weer mooi rustig en schoon zijn. Echter hebben we dus zo'n oude maidenmerrie die baarmoedermond zo hard en stug heeft, die zal slecht ontsluiten tijdens de hengstigheid. Ja, dan wil ze wel dat die het vieze sperma afvoeren, maar dat kan niet, want die baarmoedermond zit dicht. Ja, dan moeten we dus daar gaan in ondersteunen om dat af te kunnen voeren. Als die baarmoeder niet meer in dat horizontale vlak in die buikholte ligt, maar door het vele veulentjes sprengen wat meer gezakt is, want die banden rekken dan iedere keer op, dus dan zakt die baarmoeder wat meer richting die buikwand aan de onderkant. Ja, dan moet dat ook weer tegen de berg in, of tegen de berg op aan het werk. En dat kost meer moeite en dan krijg je ook meer risico op een ontsteking. We zien bij de oudere merries dat de lymfedrainage wat minder wordt, dus dat we daar wat meer mee moeten. En dan krijgen we dus daar als gevolg van, we noemen dat een postmeting en een endometritis. Dus gewoon in een baarmoederontsteking na het dekken als gevolg van die verminderde afweer. Vaak hebben we dan te maken wel met gram-positieve bacteriën, die gewoon heel goed gevoelig zijn voor de antibiotica. Soms hebben we te maken met de chronische infecties, dan met meer gram-negatieve bacteriën of zelfs een gist- of een schimmelinfectie. Dat zijn hele hardnekkige problemen. Daarom controleren we altijd ook na het dekken A op eisprong. Zijn het er 1 of 2 geweest? Hier zien we heel mooi een verse ovulatie op een eierstok met daar weer wat follikeltjes naast. Maar we gaan dus ook letten op hoe ziet de baarmoeder eruit. Is die mooi rustig of hebben we dit probleem? Ik word zelf een beetje dronken van het scherm. Hier zien we de baarmoederwand en dan zien we de zwarte inhoud in staan. Dat is vloeistof, die hoort er dus een dag na het dekken, hoort dat er niet meer in te zitten. Als ik dit direct naar de inseminatie zie, maak ik me geen zorgen. Maar heb ik de merrie gisteren insemineerd en ik zie dit vandaag, dan maak ik me wel zorgen. Dus heeft hij toch een reactie op de inseminatiehandeling gehad, moeten we ermee aan de slag. Dan gaan wij vaak die merries spoelen met een steriele vloeistof. Oh, sorry. En dan zien we hier van die witte draden. Dat is gewoon, als het onder de microscoop legt, gewoon dood sperma. Wat op die manier wel samenkomt en een soort klont vormt. Maar blijft in die baarmoeder achter. En dan gaat die baarmoeder op reageren, want die wil het afvoeren. En dat lukt niet. En dan krijg je dus deze vochtvorm die hier we zien. Vaak zien we dan ook meer uideem, dat wagenwiel wat eigenlijk hoort af te lopen of weg hoort te zijn omdat de merrie een ijsprong heeft gehad. Dat zien we juist bij dit soort paarden toenemen. Voor ons allemaal een reden van, hey joh, we moeten daarmee aan de slag. Wat gaan we dan dus doen? Nou, ik gaf net al aan, als het een beetje vocht is, dus niet zoveel als het vorige plaatje, maar gewoon een streepje, dan kunnen we gewoon met de oxytocine kunnen we af, waar we dus normaal de nageboortes mee afspuiten. Dat zorgt er gewoon voor dat de baarmoeder contraheert, dus dat ze op die manier zelf het afvoeren. Het werkt wel wat kort, dus soms willen we een langere samentrekken van die baarmoeder. Dus dan gebruiken we het prostaglandine, het hengstig spuiten. Dan denkt iedereen van dat is raar. Nou, het zorgt ook voor baarmoedercontracties en dat houdt langer aan. Ik kan de prostaglandine alleen gebruiken als ze nog hengstig is, dus geen ijsprong heeft gehad. Want zou ik dit gebruiken na de ijsprong, dan remt het geen lichaamvorming, heb ik weer andere problemen. Dus het kan alleen, de prostaglandine alleen gebruiken voor de ijsprong. Oxytocine kan ik tot 3-4 dagen na de ijsprong gebruiken. Zou ook langer kunnen, maar dan zit de baarmoedermond dicht. Dus dan heeft het geen zin meer. Dus, maar we kunnen tot 3 dagen het zeker blijven gebruiken. Nou, het spoelen heb ik net al even aangestipt. Iedereen zegt, de baarmoeder wordt gespoeld en dat bedoelt de hengst houden vaak mee antibiotica achterlaten. Wij als dierenarts bedoelen met het spoelen van de baarmoeder dat we echt de inhoud schoon spoelen. Dus we brengen steriele vloeistof die niet irriteert de baarmoeder in. En dat kan dus een fysiologisch zoutoplossing zijn of een ringeroplossing. Dat is nog wat minder irriterend. Dat laat je de baarmoeder uitlopen en via het hevelwerking laat je die vloeistof er weer uitlopen. En zo krijg je die baarmoeder mooi schoon.
Eventueel als laatste redmiddel gebruiken we nog corticosteroïden die op die manier gewoon die ontstekingsreactie afremmen. Maar dat zijn de laatste opties. Zo'n slijmmonster helpt ons om vast te stellen met welke kiem we te maken hebben, hè, bij een echt een bacteriële baarmoederontsteking. Dat doen we dus wel bij voorkeur in de hengstigheid, want die baarmoedermond moet open zijn zodat we echt zodat we echt van de baarmoeder zelf een slijmmonster kunnen nemen. Dat het niet vanuit de vagina of de cervix is, of de baarmoedermond. Dus we maken die merrie keurig schoon. Het liefste zou je het met een speculum doen, maar dat is in heel veel situaties toch niet mogelijk. En dan doen we het met de hand en dan brengen we de slijmmonsterapparaat in. En ik zal het bij het volgende plaatje laten zien. Dit is, we noemen dat een double guarded swab. Dus op het moment dat we in de baarmoedermond zitten, schuiven we eerst een eerste systeem uit en dan vervolgens nog weer een systeem, zodat we echt het monster nemen van de baarmoeder en niet van de vagina of van de baarmoedermond. Hier ziet u dat systeem. Dus dit wordt eerst naar buiten geschoven als we in de baarmoedermond zitten en van daaruit schuiven we nog een swabje, dat zien we hier, of zelfs een borsteltje echt in de baarmoeder waarbij we de langste wand schrapen en wat monster afnemen. Bij chronische baarmoederontstekingen dan doen we een klein beetje vloeistof in de baarmoeder steriel aanbrengen. En dat vangen we dan op en dat wordt op kweek gezet. Maar dat is dus wat ingewikkelder en ja, dat kost wat meer voorbereiding ook in het lab. Maar dat zou voor de chronische ontsteking, want dan besla je wat meer van de wand. He, met zo'n slijmmonster hier pak je een klein oppervlak en met een low volume flush kunnen we een grote oppervlak van het slijmvlies meepakken. Een biopt kunnen we nemen, dat kunnen we op kweek zetten, maar het kan ons ook helpen om een biopt gewoon in te sturen voor verder onderzoek om te zien naar de kwaliteit van het slijmvlies. Dat zal ik straks nog laten zien. En als laatste redmiddel, als we nou een baarmoederontsteking niet opgelost krijgen, dat je denkt, verdorie, ik heb hem al een paar keer behandeld, maar die komt iedere keer weer terug. Waarom zit dat nou? Dan willen we nog wel eens dat we gebeuren dat we in de baarmoeder gaan kijken, omdat we dan verklevingen aanzien. En dat we die dus misschien kunnen wegnemen. Nou, hier zien we even het overzicht hoe dat zo'n slijmmonster wordt genomen. Dit is inhoud uit de baarmoeder. Je kunt bedenken dat er allemaal ontstekingscellen in zitten. Het ziet eruit als pus. Dit is een normaal uitstrijkje. Dan zien we de slijmvliescellen van de baarmoederwand. Dat is gewoon een volledig normaal beeld. Maar hier ziet u cellen met andere kernen, met ja, meer gelopte structuren. En ook heel veel kleine puntjes. En dan zien we zelfs de bacteriën al in ons slijmmonster zitten. En dit zijn allemaal ontstekingscellen, die paarse cellen met die gelopte kernen erin. Dus dan weten we al dat we niet die merrie gaan insemineren, dat we eerst een ontsteking moeten oplossen voordat we weer kunnen overgaan tot het dekken. Als een merrie echt deze inhoud uit de baarmoeder komt, hè, we zien hier gewoon pure pus eruit lopen, het is ook heel taai en stroperig, dan moeten we dus eerst zorgen dat we dit weghalen, want anders heeft ons antibioticum helemaal geen zin. En dan zal ze dus vervolgens 4-5 dagen echt in de baarmoeder behandeld worden, maar ook misschien zelfs via de bloedbaan, dat we systemisch ook aanpakken. En dan is het ook verstandig om zo'n merrie echt even een maand rust te geven, dat die baarmoeder kan herstellen van die chronische ontsteking. Nou, we hebben net al even het biopt aangestipt. Hè. Dat kunnen we dus doen voor een kweek in te zetten. Maar meer wat gedaan wordt, is dat we dus willen kijken van, nou, de merrie wordt wel drachtig, maar ze verliest te vaak, te vroeg haar veulen. Hè, dat blijft niet zitten in die baarmoeder. En wat is daar nou de oorzaak van? We kunnen dat niet achterhalen en dan willen we graag weten hoe de kwaliteit van het slijmvlies is. Want de baarmoederwand zorgt er zeker de eerste 80 tot 100 dagen ervoor dat de voeding via de klierbuizen komt. Die placenta wordt al wel gevormd, maar die is pas vanaf 100 dagen in staat om echt volledig die voeding te voorzien. Maar voor die tijd moet het allemaal via de klierbuizen worden gedaan. Dus als die klierbuizen onvoldoende aanwezig zijn, onvoldoende functioneren, zal zo'n vruchtje afsterven. Dus door een hapje te nemen van de baarmoederwand, als ze niet hengstig is, want dat uitdeem verstoort mijn beeld om een goede indruk te krijgen van die klierbuizen. Dus dat doen we als ze niet hengstig is, dan kunnen we daar een betere oordeel van vellen. Dus we doen dan, hier zien we even in een, gewoon op de patologietafel hoe we zo'n hapje nemen. Dit is gewoon een klein hapje van het slijmvlies. We zullen daar ook nooit een gaatje van in de wand verder creëren. Dit is ook binnen 3-4 dagen alweer hersteld, dus ze heeft daar relatief weinig last van. Doet ook geen zeer, maar we krijgen wel een hele goede indruk van de kwaliteit van het slijmvlies. En dan heb ik hier even een paar hele mooie preparaten voor u neergezet. Dit is het gezonde weefsel. Hier zien we allemaal dwarsdoorsneden van klierbuizen, al die rondjes, die heel mooi verdeeld zijn. Daar zien we zelfs wat bloedvaten in. En dit is dus het oppervlak van de slijmvlies waar dus het vruchtje tegenaan zal liggen. Dat is een goed beeld. Deze merrie heeft meer dan 80% kans dat ze een dracht zal voldragen. Dit is het ideaal. Als we dan gaan kijken naar als het wat slechter wordt, zien we hier, dit is, noemen we dat categorie 2B. We hebben in principe categorie 1, 2A, 2B en categorie 3. Dit is 2B, want hier zien we heel veel ontstekingscellen in. We krijgen al een beetje dat de klierbuizen wat beginnen samen te vormen. Het slijmvliesoppervlak is niet helemaal mooi rustig en dun zoals we hier zien. Wat rommelig.
Dus dit heeft vanwege de beoordeling categorie 2b gekregen. Dus zit tussen de 20 en de 50% kans dat ze een dracht voldraagt. Dus dat is aanzienlijk minder als die categorie 1. Dus kan het voor dit een reden zijn dat een eigenaar besluit van oké, ik wil nog wel veulens van deze merrie, maar ik ga embryotransplantatie inzetten in plaats van dat ze hem zelf voldraagt. Dit is het meest worst case scenario. Categorie 3, minder dan 20% kans dat ze een dracht voldraagt, want we zien hier duidelijk nestvorming van de klierbuizen met heel veel bindweefselvorming daartussen. Dus deze baarmoeder is heel slecht in staat om voeding af te geven en daardoor zal zo'n vruchtje dus niet voldragen worden. Dit probleem komen we helaas ook wel eens tegen. Gelukkig niet veel. Ja, luchtzuigen wel, maar dit dat we urine in de vagina zien staan, komt gelukkig weinig voor, maar het komt wel voor. En als we daar dus niks mee doen, nu is de baarmoedermond hier heel mooi gesloten, maar als zo'n baarmoedermond hengstig is en hij gaat dus op die bodem liggen en hij is open, loopt urine zo de baarmoeder in. Nou, urine is natuurlijk niet steriel, krijg je op die manier gewoon een ontsteking in die baarmoeder en zal zo'n merrie niet drachtig worden. Dus daar moeten we serieus wat mee. Hier zie je ook echt de baarmoedermond in die urine liggen. Dit is een baarmoedermond die dus niet zo'n mooi ronde, ja, potlooddikke structuur is, maar die is gewoon gehavend. Dit is gewoon een heel stuk hier aan de bovenkant van de baarmoedermond uitgescheurd door een zware geboorte, waardoor die op die manier niet meer goed sluit tijdens de periode dat ze niet hengstig is. Dus je kunt bedenken dat deze merrie misschien wel drachtig wordt, maar dat het vruchtje dus ook vroegtijdig verloren gaat. En dat vraagt dus andere aanpak. Het dichtzetten is jullie misschien wel bekend wat er gedaan wordt bij merries die met name veel lucht aanzuigen. Daar hebben we twee technieken voor, maar de cashlick is eigenlijk voor iedereen het meest bekend, waarbij we dus de vulva hier eerst lokaal verdoven. We creëren een slijmvliesrandje en dan wordt het dichtgezet tot aan de bekkenrand. Die kunnen we heel mooi voelen. En officieel hoort 1/3 van de opening van de vulva boven de bekkenbodem te liggen en 2/3 eronder. Bij deze merrie zie je heel duidelijk dat hij te schuin ligt en dat hij op de helft zit. Dus we zullen haar dichtzetten tot aan die rand van die bekkenbodem. Dus bij deze merrie dus tot hier. Dat zie je ook dat we dus tot hier helemaal dicht hebben gezet. En die benis is een andere techniek waarbij we meer een patatzak wegknippen en dan een grotere oppervlak aan elkaar vastzetten. Bij die slechte merrie die we net zagen met dat urine, dan kan het ook zijn dat we dus een uretraverlenging moeten toepassen. Dat wil zeggen dat we de uitmonding van de blaas die verlengen naar achteren toe, zodat die net over de bekkenrand naar buiten uitmondt. En op die manier dus geen urine meer in de vagina blijft staan. Maar dat zijn ook allemaal gelukkig incidenten. Nou, die hysteroscopie, het kijken in de baarmoeder wordt wel veel toegepast, met name om kiestes te verwijderen. Maar het wordt ook gedaan om gewoon toch eens de slijmvlies te inspecteren van waarom wil die merrie nou niet drachtig worden. We kunnen niks vinden, geen infectie, het ziet er allemaal op echo goed uit, het voelt allemaal goed aan, maar we kunnen toch geen oorzaak vinden. En dan willen we nog wat slijmvlies beoordelen en de papillen, dat is de uitmonding van de eileiders in de baarmoeder. Die kun je gewoon heel mooi in beeld brengen, een hele kleine structuur. Maar is die wel vrij? Zit er geen verkleving voor of zien we daar littekenweefsel? Moeten we daar wat mee? Aanwezigheid van persisterende emeticups kom ik zo op terug. Dat zijn structuren tijdens de dracht die na de geboorte van het veulen nog blijven zitten in dit geval, terwijl die eigenlijk normaal tijdens de dracht horen te verdwijnen. Is bij de vriezen een probleem wat volgens mij ook iets bij is wat bij de vriezen hoort helaas. Kiezersverwijderen zien we hier een opstelling van. We zijn dus echt met z'n drieën nodig. Eén iemand brengt de camera naar binnen. Ik ben zelf aan het sturen. En mijn collega die staat daarnaast, die heeft een lusje in de hand om op die manier kiezers te kunnen verwijderen. Vroeger werd het ook nog gedaan om diep intrauterien dus te insemineren, zodat je het echt onder zicht kon doen. Maar dat hoeft dus niet meer, want dat kunnen we met een lange flexibele pipet. En een eileiderbehandeling, waarbij we dus iets aanbrengen op de papil. Om op die manier de papil te laten ontspannen. Want we zien nog wel eens verstoppingen van de eileiders. Dat is vroeger een onbekend probleem, omdat we dat gewoon nog niet wisten. Maar we hebben ervaren, paarden hebben een eisprong en als die eicel niet bevrucht raakt, blijft die achter in de eileider. En kan op die manier daar een verstopping veroorzaken. Als ze niet op die manier worden afgevoerd via de baarmoeder. En dan, hoe krijg je dat dan weg? Dan kunnen we dus iets aanbrengen op die eileider, zodat die eileider ontspant en dan komt die prop vrij in de baarmoeder en is die eileider weer toegankelijk voor het sperma om te bevruchten. Hier zien we even een voorbeeld hoe dus dit eruit ziet. Hier hebben we een heel mooi die kiezen. Dit is zo'n plaatje op een kiezen. Het kan dus heel mooi op een dracht lijken en daardoor zijn kiezen zo frustrerend. Ze belemmeren de kans op drachtig worden, maar ook ons verwarren omdat het drachtig lijkt, maar blijkt het de kiezen te zijn. Wat we dus doen is dat we deze kiezen aan de basis dus wegbranden. En dan zien we hier dus het litteken van direct na het wegbranden. Dit zijn de weefselstukjes die we eruit spoelen. Zou je deze merrie nu 2 weken later weer in de baarmoeder bekijken, zie je er niks meer van terug.
Dus dat is wel heel mooi. Het zijn gewoon verstopte klierbuizen die zo'n ballonnetje uitpuilen aan het oppervlak. En als je ze op die manier bij de basis wegbrandt, dan zie je er een paar weken later niks meer van. Dus dat is fijne ingreep, zodat je het seizoen niet verloren raakt. Hier heb ik even een videootje, die zal ik wel zometeen wel doorspoelen. Maar deze merg gaan we bekijken, die wilde niet erachter worden. En die is behandeld met etsende vloeistof in de baarmoeder. En we kijken dus hier in de baarmoeder en dan zien we hier dus allemaal zometeen strengen lopen. En dan zien we dus allemaal verklevingen. Kijk, het zijn net de grotten van Han. Met allemaal draden en dus brides en verklevingen. Ja, we kunnen natuurlijk bedenken, hier kan ik sperma inbrengen. Maar we krijgen natuurlijk een heel heftige ontstekingsreactie. En hier kan geen vruchtje in ontwikkelen. Dus dat is een serieus probleem. Wat nog wel opviel bij deze merrie. Kijk, dit is nog dramatischer. We konden daar dus uiteindelijk wel helemaal door naar het uiteinde. Waar dus de papil uitmondt in de baarmoederhoorn. En die waren wonderbaarlijk wel allebei vrij. Maar ja, dit is natuurlijk wel echt een serieus probleem. Hier zien we nog een ander plaatje. Zo, dan gaan we even door. Dus deze merrie hebben we wel geprobeerd zoveel mogelijk van die brides weg te halen. En die merrie is vervolgens voor embryotransplantatie ingezet. En dat is wel gelukt. Maar die merrie is natuurlijk niet meer in staat om zelf een vruchtje te voldragen. Hier had ik het net even over. En daar heb ik dus heel gemeen ook het Fries probleem mee gezet. Want ik ben nu een aantal Friezen tegengekomen. En het is niet één merrie, maar het zijn er ondertussen nu al vijf. Die dus bij mij worden aangeboden van die merrie wil niet erachter worden. Ik heb een veulentje gehad. Veulenhengstigheid gedekt, daarna gedekt, het lukt niet. Ze heeft een beetje een rare structuur op de eierstokken, het ziet er niet uit als een normale eisprong. En ze heeft nu een hele nare infectie in de baarmoeder zitten, maar die kiemen kennen we niet. Dus ze denken, wat is dit nou? En dan gaat er bij mij nu toch als de vries is een alarmbelletje rinkelen, want dan komen we dus tegen dat dus die endometriumcups aanwezig zijn gebleven na het veulenen. Normaal gesproken worden die dus gevormd vanuit zelf van het vruchtje. Die migreren naar de baarmoederwand en gaan daar structuren vormen die endometriumcups heten. En die gaan hormonen produceren zodat er extra gele lichamen ontstaan op de eierstokken. Die moeten op die manier de dracht ondersteunen. Maar die horen na 120 dagen dracht te verdwijnen. Want dan heeft de placenta de progesteronproductie overgenomen en dan zijn die cups niet meer nodig. Echter, we zien dus nu bij sommige vriezen dat die structuren blijven zitten. Produceren dus ook nog steeds een klein beetje hormonen, waardoor ze dus die eisprong gaan verstoren. En het is een heel mooi kweekmedium voor bacteriën. Dus je krijgt als je merrie insemineert met sperma, dat is niet steriel, krijg je dat er dus een ontsteking op ontstaat. Het vervelende is, je kunt het alleen vaststellen en ik kan er niks mee. We hebben al geprobeerd het weg te branden, weg te schrapen, weg te etsen. Dat lukt allemaal niet, je moet gewoon een jaar afwachten. En het volgende jaar kun je ze gewoon weer dekken, dan is er niks meer aan de hand. Dus het lost zichzelf wel op. Maar je verliest een dekseizoen. En dat is frustrerend. Dat snap ik ook. En met transplantatie is dus ook geen oplossing, want ze hebben geen normale eisprong. Dus wel frustrerend. Dit is nog een ander probleem wat we soms tegenkomen. Zijn tumoren die gevormd worden. Gelukkig heel weinig. Maar hier zien we dus een grote eierstok. Is bijna wildvullend. Deze is wel 10 centimeter groot. Heeft een duidelijke gatenkaasstructuur. En wat valt dan op? Soms worden deze merries mij aangeboden en zeggen ze wil niet erachter worden. En ik voel ze op en denk, verrek, maar dit ziet er ook wel heel raar uit. Dan voel je een afwijkend grote eierstok en een andere eierstok is inactief. Of ze worden aangeboden dat die merrie een gedragsafwijking heeft. Dat die nymphomaan is of juist hengstengedrag begint te vertonen. Want die tumoren vormen dus hormonen, waardoor dus de andere eierstok wordt onderdrukt. Die wordt dus klein en inactief. En die merrie krijgt dus gedragsafwijkingen. Dan moeten we dus daar toch wel op ingrijpen. Gelukkig zaaien deze tumoren zich niet uit, maar kunnen wel pijnlijkheid veroorzaken omdat ze heel groot kunnen worden. En ze trekken ze aan de ophangwand waar die aan hangt en dan lopen zenuwbanen in en dat is natuurlijk wel pijnlijk. Hier zien we dus hoe we dat dan doen. Dat kan via een liggende operatie onder algehele narcose, maar tegenwoordig kunnen we dat eigenlijk, ik vind het zelf mooier doen, in een staande operatie via een kijkoperatie, die we hier rechtsonder zien. Waarbij dus de belasting voor de merrie toch wat minder is. Hier zien we zo'n tumor die we doorgesneden hebben. Dit is een spuitje van 20 cc. Dus dit was wel een zo grote tumor. En die hebben we dus via de flanken eruit kunnen snijden. En als er na de operatie geen complicaties optreden, zijn dit soort paarden weer 6 weken weer na de operatie in training. Dus dan is het herstel relatief vlot. Omdat we met een veel kleinere opening kunnen werken. Die laparoscopie biedt ons nu tegenwoordig dus veel meer mogelijkheden. We hadden net al even over die eileiderverstoppingen. Dus daar kunnen we straks, laat ik daar nog een voorbeeld van terugzien, daar gebruiken we hem ook voor.
Wat we nog meer kunnen doen is toch naar de doorbloeding kijken van het gehele lichaam. We kunnen met kleurendoppler, een bepaalde truc op de echo, kunnen we kijken hoe die doorbloeding is. Als die te weinig is, kun je ook verwachten dat de progesteronproductie verminderd is. En dat we dus van daaruit die meris moeten ondersteunen met progesteron om een dracht erin te laten zitten. Nou, die baarmoedermond hadden we al even aangestipt dat we daar echt wel aandacht moeten geven. Want ik kom toch ook elk jaar daar weer problemen tegen, waardoor een meri gewoon niet drachtig wil worden. Hier de kijkoperatie weer even in de opstelling. En hier zijn we, gaan we een eileider behandelen. En dan zien we hier dus de pipet. Dit is de ophangband wat u hierboven ziet. En hier zien we de eileider lopen. Dit zijn gewoon darmen waar we tegenaan kijken. En misschien zien we die ook zo zelfs nog bewegen. En dan gaan we gewoon van bovenaf, laten we gel op de eileider druppelen. Over het hele traject vanaf de eierstok richting de baarmoederhoren. En waardoor op die manier tijdelijk dus die eileider ontspant en die verstopping vrijkomt. Dan zien we vaak ook, want hier zie je ook eigenlijk dat die eileider wat verdikt is. Hij hoort hier, zoals we hier zien, wat mooier dun te zijn. Dus we zien al met onze inspectie al dat die eileiders afwijkend zijn en van daaruit dus problemen geven. En heb je dus ook gelijk de indicatie dat je die behandeling kan inzetten. We zijn nu één keer tegengekomen, en dat was helaas wel een vries, dat die merrie geen eileiders had. Die merrie werd keurig hengstig. Maar wilde niet drachtig worden. En dat vonden die mensen toch vreemd. Dus zei ik van, nou, dan laten we toch eens naar die eileiders gaan kijken. Toen bleek hij geen eileiders te hebben. Dus hij had wel keurige eierstokken en een baarmoeder en een baarmoedermond. Maar hij had geen eileiders. Ja, dan wordt ze ook niet drachtig, hè. Dus dan is eigenlijk alleen de ovenpick-up nog een optie voor zo'n merrie om er feunetjes van te krijgen. Daar komt dus ook nu even op, ga ik op door, hè. Want we hebben, eerst was de vraag vanuit Jong KFPS ook of ik het over moderne technieken wilde hebben. Maar dat heb ik 6 jaar geleden al gedaan. Ik denk, ja, is misschien een beetje te veel voor het goede. En ik denk ook dat de meeste fokkers meer geïnteresseerd zijn in, hè, wat we net al met elkaar besproken hebben. Maar dit is wel een laatste optie. Hè. Wil merrie nou niet drachtig worden of wordt ze wel drachtig, maar verliest ze iedere keer de veulentje omdat dus de slijmvlieskwaliteit zo slecht is of omdat ze allerlei verkleving heeft zitten. Dan is dit nog zeker een optie om veulens ervan te creëren. Waarbij we dus een embryootje spoelen, wat we hier heel mooi op de bodem van het filter zien liggen. Dit is de filter waar we vloeistof doorheen laten lopen. En dan zien we hier op de bodem een heel klein bolletje liggen. Dat is een embryootje van 8 dagen oud. Dus 8 dagen na de eisprong spoelen we die dan uit. Hier zien we ook schematisch hoe we dat doen. Met de vloeistof op deze manier via de baarmoedermond de baarmoeder in. Wordt die helemaal gevuld met vloeistof en dat laten we via het filter eruit lopen. En dat doen we een aantal keren. En vervolgens gaan we dus met het filter naar de microscoop. Want we zien ze niet zoals hier mooi altijd met het blote oog. Daar hebben we meestal de microscoop voor nodig. En als we dan een embryo hebben, dan moeten we natuurlijk hopelijk ook een draagmerrie paraat hebben staan. Dus dat is aan de dierenarts om dat goed te synchroniseren. En dan plaats je hem over en dan hoop je het jaar erop dit resultaat te hebben. Ook dit is weer een vriesveulen, gewoon naast een warmbloedmerrie, wat natuurlijk gewoon een prima optie is. Waar liggen nou die successen? Dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon met de reguliere dracht. Met vers gekoeld sperma zit je toch tussen de 50% en 60% kans op een embryo. Met diepvriessperma ligt dat dus aanzienlijk lager. Hier zien we ook weer het effect van de leeftijd van de donormerrie op het kans van een embryo. Dat dus die jonge merries toch een hogere kans op een vruchtje te brengen hebben dan de oudere merries. En als we ze dan gaan synchroniseren, dan moet dus een draagmerrie mag 1 dag voor de donormerrie de eisprong hebben tot 3 dagen na de donormerrie. Dus dat is wel relevant om in de gaten te houden. Daar kan meer in gerekt worden, hè. Dat zien we hier, hè, tot 2 dagen voor tot 6 dagen na. Maar dan nemen de kansen op aanslaan van je embryo wel aanzienlijk af. Die kansen op aanslaan van je embryo hangt dus af van de kwaliteit van het embryo. Maar gelukkig is die meestal goed. Maar de ervaring van de dierenarts voor transporteren is wel heel belangrijk. Want we zien gewoon dat jonge onervaren dierenartsen toch wat minder succes hebben. En dat, ja, ze moeten gewoon ervaring opbouwen en dan gaat het gewoon goed. We doen het eigenlijk altijd niet chirurgisch. Dat mag niet meer bij de wet in Nederland. In het buitenland mag het wel chirurgisch, maar wij mogen het alleen maar non-chirurgisch. Er moet uitermate schoon gewerkt worden met dit soort dingen om te zorgen dat het überhaupt aanslaat. En dan zie je dus dat we toch boven die 75% kans op dracht zitten na transplantatie. En het mooie wel is dat we dus een embryo een dag onderweg kunnen laten zijn als hij gekoeld wordt, voordat hij in een draagmerrie wordt geplaatst. Dus je hebt wat tijd om een draagmerrie te zoeken. Maar moet wel binnen een dag in een draagmerrie zitten, dan zitten we safe. Nou, de OPX is als laatste redmiddel. We hebben duidelijk wat medische indicaties. Wij met de eileiderproblemen, zodat we dat niet opgelost krijgen. Nou, die merrie die we net zagen met al die verklevingen, die zien we hier ook weer een ander voorbeeld van. Een duidelijke indicatie om dus dit toe te passen. Is er nog heel schaars sperma, hè, zijn er nog maar enkele rietjes diepvriessperma, dan kunnen we met OPX natuurlijk heel veel sperma besparen. En kun je toch nog meer nakomelingen verkrijgen als dat je de merrie regulier zou insemineren.
Ook als de merrie acuut doodgaat, is het nog een optie om die eierstokken eruit te halen, daar de eicellen uit te halen en toch nog nakomelingen van zo'n merrie te krijgen. Wat in handel is geweest, is dat dus de mensen ermee gaan exporteren. Want dan heb je gewoon een rietje wat je moet vervoeren in plaats van een heel paard. Voordeel van deze techniek is dat we ze niet hormonaal hoeven te behandelen. Dus dat is, sommige merries hebben namelijk wel met de embryotransplantatie echt last van. Dus dan is dit een voordeel. Je bent niet afhankelijk van het seizoen. We doen dit met name juist in de winter. Ik doe dat nu in deze tijd van het jaar en niet in mei, juni. Maar het nadeel van de OPX is wel dat het pijnlijk is. Hè. Het is een naald die we door de vaginawand in de eierstok brengen. En de embryospoeling doen ze geen zeer. Ik laat alle lichaamsbarrières intact. Ik creëer geen weefselschade. Hier is de opstelling van de OPX, waarbij we hier dus het systeem zien, de pomp waar de vloeistof in zit, die we gebruiken om te spoelen, maar ook om op te vangen. De proophouder met hier de echoproop voorin. En je ziet dat het ook wel arbeidsintensief is, want één iemand zit dus rectaal om op die manier de eierstok te manipuleren, dat hij zo in beeld komt dat we die follicels zien. En de ander die komt met een naald via de proophouder naar binnen, die op deze manier de follicels zal schrapen en spoelen, zodat we hopelijk, wat we hier rechtsonder zien, het resultaat van de eicellen, die vervolgens dan naar het lab gaan om te kweken, dat ze gerijpt worden. Dan worden ze via de ICSI worden ze bevrucht. IVF is bij een paard niet mogelijk. Die spermacel komt niet in de eicel. Dus we hebben de ICSI nodig om het dus in de eicel te brengen. Dat zien we hier linksonder. De naald waar hier heel kleine spermacelletje in zit. Dit is de eicel en die wordt met een naald ingebracht. En dan worden ze gekweekt. In de hoop dat we dus vanuit dit 2- en 4-cellig stadium naar een mooi embryo gaan. Die worden ingevroren, want ja, die worden meestal in de winter gecreëerd. En dan het vroege voorjaar of in de zomer ga je ze ontdooien, wat we hier zien. En dan hoop je het jaar erop een mooi veulen bij de merrie te hebben lopen. Heel veel informatie, heel veel theorie, maar gelukkig worden de meeste merries wel simpeldrachtig. In de notendop toch weer even aangestipt, hè, dat dus de vruchtbaarheid van de merrie belangrijk is. Maar ook de management, hè. Goede voeding mag niet pijnlijk zijn, maar moet gewoon in een lichte stallen staan, niet in een donker hoekje worden weggezet. De vruchtbaarheid van de hengst is natuurlijk wel degelijk belangrijk, maar daarnaast dus ook het type sperma. Er zijn hengsten die vers gekoeld supergoed bevruchten, maar diepvries sperma gewoon helemaal niet. Ja, dan denk je van, nou leuk, die hengst bevrucht goed, ik vries er wat van in, heb ik wat achter de hand voor de toekomst. En dan ga je ermee aan de slag en dan lijkt het heel goed onder microscoop en dan stop je het in de merrie en dan doet het helemaal niks. En dan hebben we dus DNA-schade bij die spermacellen. De merries zullen toch wel op een of andere manier begeleid moeten worden, want ja, met de KI moet je toch wat dichter op de eisprong zitten als dat met merrie en hengst in de wei buiten lopen. En dan is het nog ook weer afhankelijk van welke techniek je toepast om merriedrachtig te krijgen. Zijn hier nog vragen over? Ik weet niet hoe laat we zitten. Ook bij keurig in de tijd. We zijn met een klein groepje, maar als er nog vragen zijn, dan... Wat zegt u? Heel veel vragen. Nou, ik ben dus vandaag en morgen nog aanwezig, dus als u nog vragen heeft, schiet me alsjeblieft gewoon aan. Want ik vind het altijd erg leuk om mijn kennis te delen. Hoe we dat proberen te monitoren is dat we dus nu alle nakomelingen die gecreëerd worden met de OPX, dat die worden geregistreerd en naar de gezondheid wordt gekeken. De aanname dat we dus denken dat we kwetsbaardere dieren creëren komt van mij af, vanuit mijn proefschrift. Waarbij we dus zien, bij humaan wordt de technieken heel veel gebruikt om kinderen te verwekken. En die blijken veel meer problemen met stofwisseling te hebben. Dus insulineresistentie, allemaal dat soort problemen. En daar zijn we dus bij het paard ook wat bang voor. Omdat het kweekbakje natuurlijk de vloeistof lang niet optimaal is. Is lang niet de inhoud van een eileider. Bij embryotransplantatie wordt het embryo nog eerst opgekweekt in de eileider voordat hij in een draagmerrie wordt geplaatst. Maar bij de OPX wordt dat natuurlijk dat stapje omzeild. En... We zijn dus gewoon nu aan het kijken van hoe is die gezondheid van die paarden? Zijn ze fit? Hebben ze röntgenologische problemen? Zien we andere problemen? Kunnen ze topsport ook aan? Want dat is met die stofwisselingsproblemen eigenlijk het grootste probleem. Dat je verwacht dat ze geen topsport aankomen. Dat ze dan energietechnisch gewoon niet in staat zijn om dat te doen. Terwijl je juist deze techniek gebruikt ook om topsportproducten te creëren. Want het is een duurdere techniek, dus je hebt een hoge verwachting van die combinaties die je creëert. En dat gaan we nu zien, maar de eerste producten lijken toch al aan het hogere werk nu mee te gaan doen. De aantallen zijn natuurlijk nog klein, maar het wordt gewoon nu gemonitord, het wordt allemaal geregistreerd om te kijken of het op die manier ook onze verwachting gaat waarmaken. Maakt het onze verwachting niet waar, nou dan kan ik de techniek in de diepvries stoppen, want dan doet niemand het meer. Maar dat is de verwachting, maar we hebben daar nog geen bewijs voor.
Dat komt eigenlijk, dat bewijs komt vanuit dus de humane sector. En niet zozeer bij het paard nog weg. Nee. Ja. Verder geen vragen meer? Maar schiet ons aan hoor, als we hier rondlopen dan geen probleem. Dan ga ik door naar de volgende zaal.